Ja, ik ben eerst op het veld gestapt. Ik zag dat er een paar plekken bevroren waren. In de eerste helft hadden we het moeilijk, vooral ik op mijn linkse flank. Ik denk dat wij niet tevreden kunnen zijn met de eerste helft, maar de tweede helft was veel beter. Score 2, mooie doelpunten denk ik. Dus ik denk dat wij al wel tevreden kunnen zijn. Ik denk dat we de eerste helft een beetje zoekende waren. We namen niet echt initiatief, zij wel. Vandaar dat zij beter waren de eerste helft. Tweede helft zijn we met een andere mentaliteit naar buiten gekomen. En we hebben het verschil kunnen maken. Dus ik denk dat wij in het vervolg, in de volgende wedstrijden, beter zo kunnen beginnen. Ik denk dat ik buiten speel stond op die pas van Youssef. Jammer, maar dat gaf al een goed signaal naar hun toe. Dat we de tweede helft serieuzer naar buiten zijn gekomen. Ja, dat moet niet alleen van mij komen, ik denk ook van andere spelers. Maar sowieso is dat belangrijk en is dat ook goed in het team dat we zo'n spelers hebben. Want zij kunnen in de moeilijke momenten of in een moeilijkere wedstrijd verschil maken. Dus vorige week was dat ook gebeurd, deze week weer al. Dus ik ben daar heel blij mee. Maar natuurlijk is dat verdienste van het team. Want we doen het uiteindelijk allemaal samen. En ja, ik moet ook Thiago bedanken voor zijn mooie passes, vooral de tweede. Dus ja, ik had hij wel vrij goed geraakt, dus ik moest wel een tweede keer kijken om te zien als hij zat. Dus ja, prachtig doelpunt natuurlijk. Ja, dat doet superveel deugd, want ik denk dat ik in de eerste 19 wedstrijden niet heb gescoord. Nu scoor ik in 2 wedstrijden 2 goals. 4 goals, sorry. Dus ja, ik denk dat ik nu vertrokken ben. Ik zat er niet echt mee in, maar het gaat wel, er zijn wel vraagtekens in jouw achterhoofd. En die wil je graag beantwoorden, dus ik heb die de afgelopen 2 wedstrijden kunnen beantwoorden. Dus, ik ben er heel blij mee. Ja, ja, onze supporters. Sowieso bedankt aan hun dat ze zijn gekomen. Sowieso. Iedereen wil zich bewijzen tegen de eerste klasse. En het is 1 wedstrijd, dus zij kunnen winnen, maar wij kunnen ook winnen. Dus laten we gewoon het beste ervan maken. Ja, ik denk dat dat ook geen gemakkelijke wedstrijd gaat zijn, want we weten hoe sterk Union is.